zijn hier nu een gebouw neerzetten voor een restaurant. De eerste twee verdiepingen en de bovenste vier verdiepingen worden kantoorruimtes. Ja, het is natuurlijk niet heel makkelijk als je over de stoep moet. Maar van de andere kant, ja, als er verbouwd moet worden, dan moet er verbouwd worden. En dan passen we ons daarop aan. Nou, de werkzaamheden verlopen voorspoedig. We lopen nog op schema, dus dat is altijd mooi. Nou, de volgen voor het verkeer zijn, we hebben hier het fietspad hebben omgelegen en het voetpad, zodat de mensen ongehinderd door kunnen fietsen en lopen. En als we met groter transport komen, dan zetten we tijdelijk de Wibautstraat af. En dat duurt dan 5 minuten, dus en dan staat alles weer op zijn plek. Nee, ja, ik heb daar zelf geen last van. Je moet ietsje omlopen, maar ik vind dat niet zo erg. De geplande oplevering staat op dit moment voor 18 april 2020. Dit was de verkeer. Tot volgende keer. Doei!